Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag in onze virtuele studio is Johan van Overtveld. Hij is Europees parlementslid voor N-VA en voorzitter van de begrotingscommissie in het Europees Parlement. En u kent hem uiteraard ook als gewezen minister van Financiën in ons land. Welkom meneer van Overtveld. Dank u. Meneer van Overtveld, u hebt onlangs interessants geschreven over het loonoverleg. En dat vond ik toch een heel interessant stuk. Want het loonoverleg in België, dat is eigenlijk toch wel volgens een wat ouderwetse manier geregeld. Heel centraal. En ja, dat loopt moeilijk. Vindt u ook niet? Wel, dat loopt inderdaad moeilijk, omdat natuurlijk als je zo'n overleg centraal organiseert, dat je dan per definitie de mogelijkheid verliest om op een lager echelon, bijvoorbeeld op niveau van sectoren of zelfs op niveau van bedrijven, rekening te houden met een economische realiteit die nogal durft verschillen naar gelang sectoren en individuele bedrijven. En dit des te meer bijvoorbeeld in deze periode van corona, waar bepaalde sectoren toch bijzonder hard geraakt zijn, andere sectoren veel minder. Maar ook, zelfs nog een beetje corona overstijgend, in deze periode van heel snelle technologische verandering in een geglobaliseerde wereld, waardoor het dus vaak heel snel gaat voor het bedrijfsleven. En vermits die loonkosten toch een belangrijk onderdeel van het kostenpakket zijn dat ondernemingen via hun activiteit moeten recupereren, liefst nog met een beetje winst erbovenop, is dat loonoverleg van groot belang voor het wel en wee van onze economie. En dat geldt zeker voor het Vlaamse luik van die economie, omdat Vlaanderen misschien wel de exportregio bij uitstek wereldwijd is. Onze welvaart is voor een groot stuk op onze export en de prestaties die we daarin kunnen leveren gebaseerd. En daarvoor moeten we competitief zijn. Wat betekent dat onze loonkosten, ik praat niet over het netto loon, ik praat over loonkosten, toch wel goed in het oog moeten gehouden worden. Want anders krijgen we sowieso miserie, minder economische activiteit, minder tewerkstelling, minder inkomsten voor de overheid en ga zo maar door. Want in dit overleg speelt natuurlijk een stuk mee. De vakbonden zeggen nee eigenlijk tegen het overleg, weigeren om mee aan tafel te komen. En men wekt daarbij de indruk, ja, er is amper marge om over te praten, 0,4%. Maar men vergeet dan te vermelden dat die 0,4% wel bovenop de indexatie komt. Dus dat het niet is dat mensen zelfs in deze crisis zouden koopkracht verliezen. Heel juist, dat is een denkfout of een redeneerfout die vaak gemaakt wordt in verband met deze loononderhandeling. Het gaat altijd over wat er loon qua loon bovenop de indexaanpassingen, de aanpassingen aan de inflatie, aan loon kan gegeven worden. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven berekent die marge op basis van de loonwet van 1996, of de parameters die daar in die loonwet vervat zitten, en is dus inderdaad gekomen met die marge van 0,4. Ik wijs erop dat ook de vakbonden in die Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zitten. En dus is het een klein beetje merkwaardig dat men achteraf zegt, ja, maar nee, die 0,4, dat is flauwekul, daar moet een heel pak bij. Ik vind dat eerst en vooral een merkwaardige houding omwille van het feit dat die berekeningen gemaakt zijn door een organisme waar de vakbonden ook in vertegenwoordigd zijn. En ten tweede, toch ook een beetje vreemd, dat men met een dergelijke boute stelling afkomt op een moment dat, laat ons maar zeggen, economisch alle potten op het vuur staan en veel bedrijven echt wel met het water aan de lippen staan. Dus ik vind dit niet direct een maatschappelijk heel verantwoorde houding vanwege de vakbonden. Dat is inderdaad heel opvallend. Iedereen weet dat er heel veel bedrijven in crisis zijn. Er zijn er ook die het goed doen, daar kom ik straks nog even op terug. Maar ja, op het moment dat het zwaar weer is voor de economie, dan zomaar de loonkosten gaan opdrijven, dat is toch eigenlijk zelf voor vakbonden een beetje raar, want wie ook maar enigszins iets van economie snapt, en verbeter mij als ik fout ben, want ik ben geen econoom en u kent daar veel meer van, maar is toch wel een bedreiging voor het aantal jobs die zouden moeten overeind blijven na de crisis.
Wel, ik had het niet beter kunnen zeggen zoals u het nu verwoord hebt. Dat is inderdaad in de huidige omstandigheden een bijzonder eigenaardige, om geen straffer of negatief woord te gebruiken, houding vanwege de vakbonden. Omdat ook wordt vaak uit het oog verloren dat het om diverse aspecten gaat wanneer we het over loon en loonvorming hebben. We hebben het aspect competitiviteit. Stijgen de loonkosten meer dan in de buurlanden, wat toch onze voornaamste afzetmarkt en ook onze voornaamste concurrenten zijn, dan gaan onze bedrijven moeilijkheden hebben om hun producten en hun diensten nog te kunnen slijten op buitenlandse markten. Maar er is nog een tweede element dat vaak uit het oog wordt verloren, dat heel belangrijk is wanneer we het hebben over loonkosten. Bedrijven, of het nu industriële bedrijven zijn of dienstenbedrijven, er zijn uiteraard verschillen, maar globaal genomen, die bedrijven, die stellen een productiecapaciteit samen. En nogmaals, het maakt niet zoveel verschil uit conceptueel of ik nu over een industrieel dan wel een dienstenbedrijf spreek, waarbij arbeid, brains, menselijke manuele arbeid, gecombineerd wordt met machines, met computers, met allerhande, als het nog een industrieel bedrijf betreft, andere typen van machines. Nu, het is niet zo, helaas wordt dat te vaak aangenomen, maar het is niet zo dat de manier waarop dat allemaal samenkomt bijna gepredetermineerd is door de technologie. Nee, bedrijven hebben meestal binnen grotere of kleinere marges, maar altijd een zekere vrijheid om arbeid te combineren met kapitaal. En als je arbeid duurder maakt, en kapitaal is vandaag zeer goedkoop, dan krijg je de tendens om meer en meer op een intensievere, gecapitaliseerde manier te gaan produceren in de industrie, zowel als in de diensten. Daar zijn natuurlijk grenzen aan, dat weet ik ook wel. Dat is geen eindeloos mogelijke substitutie, maar je gaat in ieder geval de arbeidsintensiteit van heel het economisch systeem gaat je aantasten, gaat je verminderen, wanneer je je loonkosten niet meer in de hand houdt ten opzichte van wat gebeurt bij de belangrijkste concurrenten. En dat aspect is ook belangrijk en is misschien zelfs nog belangrijker dan het competitieve aspect, omdat eens een bepaalde setup in de productie gekozen is, ja, dan is het ook minder evident om daar wijzigingen in aan te brengen, toch zeker op korte termijn. Dus dat is een tweede aspect dat zeker absoluut goed in het oog moet gehouden worden bij de loonvorming. En dat willen we de hogere tewerkstellingsgraad, waar we toch allemaal naartoe willen we die halen. Dat kan alleen maar mits die loonkosten goed in de klauw te houden. De wet van 96 is daar een goed instrument toe. Maar dat allemaal gaan loslaten, dat zou vooral voor de Vlaamse industrie en het Vlaams economisch draagvlak op termijn tot desastreuze gevolgen leiden. Waarom zou dat net voor Vlaanderen zulk effect hebben? Wel, omdat Vlaanderen veel meer dan Wallonië een zeer exportgerichte economie heeft, die dus inderdaad competitief moet zijn ten opzichte van buitenlandse bedrijven, om te kunnen gedijen. Dat hangt niet alleen af van loonkosten, zeker en vast, daar komen ook nog andere factoren bij kijken. Maar als je op vlak van de loonkosten echt uit de pas begint te lopen, dan ga je eerst en vooral economische activiteit afremmen, maar dan ga je er ook voor zorgen, het punt dat ik daarnet maakte, dat bedrijven zich zodanig gaan organiseren dat ze minder arbeid nodig hebben. Men noemt dat dan rationaliseren, maar dat is niet iets dat uit de lucht valt, dat is ook niet iets dat 100% gedetermineerd wordt door technologie. Nee, dat heeft ook te maken met de relatieve prijs, kostprijs van arbeid in heel het economisch proces. We hadden het al over het feit dat die wet van 96, dat die eigenlijk heel gecentraliseerd is en dat die dus eigenlijk een norm oplegt die voor iedereen geldt. Zit daar niet een deel van het probleem, omdat een economie ook eigenlijk niet universeel is? Zelfs in deze crisis zien we dat er bedrijven zijn die het wel goed doen. Die worden dan toch eigenlijk ook gehandicapt door die gecentraliseerde vorm van loonoverleg? Opnieuw een zeer correcte opmerking. Je gaat dus inderdaad, als je niet oplet of als je te stringent omgaat met die nationale loonnorm, ga
ga je dus inderdaad een situatie krijgen waarbij bedrijven die het zeer moeilijk hebben, een loonnorm opgelegd krijgen die ze niet aankunnen en die hen ofwel naar het faillissement drijft ofwel hen verplicht om het mes te zetten in hun arbeidsbestaan. Maar van de andere kant, u hebt het ook correct aangehaald, zijn er bedrijven die mensen zoeken en die vaak mensen kunnen aantrekken, bijvoorbeeld door een wat attractiever loon te bieden, wat in het geval van een zeer stringente loonwet niet kan. We hebben de voorbije dagen allemaal het voorbeeld gehoord van de warenhuisketen Lidl, die 500 mensen wil aanwerven, maar die ze niet vinden. Dat is ook een realiteit van vandaag. En de enige manier om daar op een ook sociaal efficiënte manier mee om te gaan, is om uw loonwaaier, zoals dat dan heet, de bandbreedte tussen verschillende lonen naar gelang sectoren en bedrijven, om die te verbreden. Traditioneel zijn de vakbonden daar allergisch voor, maar het is het een of het ander. Ofwel laat je dat toe, en dan zal je uw bedrijven die expansiekansen hebben extra zuurstof geven, ofwel laat je dat niet toe, en dan ga je dus bedrijven die de potentie hebben om sterk te groeien en bijkomende tewerkstelling te creëren, ga je die aan banden leggen, en dat kan eigenlijk toch nooit de bedoeling zijn, zeker nu in een periode waar, denk ik, elke vorm van economische activiteit zo snel mogelijk terug op een hoger toerental zou moeten gebracht worden. U zit nu aan politiek te doen op een Europees niveau, dus u bent ideaal geplaatst om eigenlijk op mijn volgende vraag antwoord te geven. Is dit een typisch Belgisch fenomeen, dat gecentraliseerd loonoverleg? Of hoe verloopt dat in op de buurlanden en in de andere Europese landen? Wel, wij zijn in ieder geval het enige land binnen de Europese Unie dat het strakke indexeringsmechanisme heeft zoals wij dat hebben. Natuurlijk wordt er overal gekeken naar wat de inflatie, dus de aantasting van de koopkracht eigenlijk, wat dat betekent, wat dat voor gevolgen heeft. Maar wij hebben een automatisme. Wat we helemaal in het begin van dit gesprek zeiden, wanneer wij over loononderhandelingen spreken, dan is de index al binnen. Dat is een eerste groot verschil tussen België en alle andere landen binnen de Europese Unie. En voor de rest is het natuurlijk een lappendeken in Europa. Heb je verschillende systemen met combinaties van gecentraliseerd overleg, meer gedecentraliseerd overleg. En dan uiteraard ook landen waarin dat overleg op niveau van sectoren en zelfs ook van bedrijfsniveau sterker doorweegt dan in België. Dus op dat vlak is Europa een beetje een lappendeken, maar wat ons echt uniek maakt in die Europese context is het bestaan van dat automatisch indexeringsmechanisme. En de vraag is natuurlijk, als we naar een periode van hogere inflatie zouden gaan en er beginnen tekenen daarvan zich aan te kondigen, het valt nog af te wachten hoe structureel dat is, hoe we daar dan gaan mee omgaan. Want als wij bijvoorbeeld toch terug naar 2-4% inflatie zouden gaan, ja, dan gaat dat heel snel via dat indexeringsmechanisme doorspelen in de lonen. En dan zullen we heel snel, als dat dan in andere landen niet of veel minder gebeurt, terug in een periode of in een situatie zitten, zoals we dat in het verleden nog gekend hebben, dat die loonkosten echt compleet uit de pas beginnen lopen, met alle gevolgen van dien voor de tewerkstelling, voor de economische groei en finaal ook voor de begrotingstoestand. Moeten we durven nadenken over die automatische indexering? Is dat iets wat moet aangepast worden aan de tijd? Ik denk dat we daar echt wel aan toe zijn. Ik denk dat we moeten kijken naar formules die ons wat meer flexibiliteit geven. En ook naar, naar andere mogelijkheden om de werkende burger eventueel meer koopkracht te geven. We hebben uiteraard... Je hebt uiteraard het bruto loon dat mensen verdienen, maar daar is natuurlijk een zware fiscale aanslag op die lonen. Dus als je via een aanpassing van je fiscaliteit de mensen meer koopkracht kunt geven door met name die fiscale druk te verminderen, is dat natuurlijk ook een realiteit die positief kan zijn, positief is voor de burger en voor het bedrijfsleven niet noodzakelijk extra kosten met zich meebrengt. Het heeft dan uiteraard zijn implicaties voor de begroting, maar ook dat is iets waar je
veel nuanceerder moet mee omgaan dan we in dit land nogal eens gewoon zijn om te doen. U bent ook een van de architecten van de taxshift en de verandering van, of de grondige verandering van de vennootschapsbelasting. We zitten natuurlijk nu in een periode dat er helemaal geen begrotingsdiscipline is. Er moet uiteraard gereageerd worden om de coronacrisis te kunnen aanpakken en er moeten relanceplannen zijn. Maar vreest u dat de taxshift en de vennootschapsbelasting, dat die zouden onder vuur komen te liggen, of dat men daar gaat aan wijzigen of gaat aan terugdraaien om in ons land die begroting toch weer wat een andere richting uit te krijgen? Wel, eerst en vooral de taxshift. Daar heb ik vooraleer de huidige regering gevormd werd, vanuit diverse hoeken, maar vooral vanuit PS ook, bij monden van voorzitter Magnet, gehoord dat de taxshift een onding was dat weg moest. Ik denk dat ik hem letterlijk parafraseer met die uitspraak. Ik merk dat dat niet in het regeerakkoord staat en dat daar voorlopig ook niks van dreigt in huis te komen. De reden is niet ver te zoeken, denk ik, omdat iedereen die eerlijk is met zichzelf goed beseft dat die taxshift een noodzaak was die ook gewerkt heeft. En laat me duidelijk zijn, puur in onmiddellijke fiscale termen was de taxshift een taxcut, een belastingvermindering. Wat we gedaan hebben op het niveau van vermindering van de werkgeversbijdrage en verbetering van de fiscale positie van de werknemer, werd niet volledig gecompenseerd door belastingsverhogingen op het niveau van de indirecte belastingen en kapitaalbelasting. Maar het verhaal in termen van de impact van de taxshift op de begroting stopt daar niet natuurlijk. Want studies zoals bijvoorbeeld van professor De Koster in Leuven, van de OESO, analyses van het IMF geven duidelijk aan dat de taxshift een aanzienlijk positief effect op de tewerkstelling heeft gehad. De schattingen van hoeveel de taxshift aan extra tewerkstelling heeft gebracht ten aanzien van een situatie waar er geen taxshift zou geweest zijn, variëren van 80 tot 100, of sommige zelfs tot 150.000 extra jobs. Nu, dat is natuurlijk ook een grote opbrengst voor de begroting, namelijk mensen die beginnen werken, die beginnen bijdragen, fiscaal en parafiscaal, en die uiteraard niet meer moeten terugvallen op een werkloosheidsvergoeding of een andere vergoeding. En als je de taxshift zo bekijkt, dan is de taxshift ook positief voor de begroting. Je moet alleen het onderscheid maken tussen de korte termijn, de onmiddellijke acties en het uitgesponnen effect op niveau vooral van de tewerkstelling. Dus ik merk dat men voordien, dus voor de vorming van deze Vivaldi-coalitie, hoog van de toren blies, we gaan daar iets aan doen, maar dat men nu blijkbaar toch, ook in het regeerakkoord niet en ook niet in de concrete acties nu, aanstalten maakt om dat te gaan doen. U vernoemde ook de vennootschapsbelasting. Daar heb ik over het algemeen weinig kritiek op gehoord, ook toen we die doorduwden in de periode 2017-2018. 2016-2017. Daar heb ik ook vanuit PS-zijde toen behouden ze op wat kleine punten geen kritiek op gehoord. En ik merk nu ook dat de regering daar niet over praat. Maar ik vraag me af of dat zo gaat blijven. Omdat het evident is dat we naar een enorme begrotingsproblematiek gaan. Een tekort van 45, 50 miljard. Dat is in de grote orde van 10% van het BBP. Wij hebben er 4 jaar aan gezwoegd om van 14 miljard naar 3 miljard deficit te gaan. Nu moet men beginnen van 50. Dat is gewoon gigantisch. Ik zie met deze regering ook niet direct grote ingrepen in de uitgaven. Dus het zal van de inkomsten moeten komen. En dan denk ik dat het maar een kleine stap is naar bijvoorbeeld een tijdelijke solidariteitsbijdrage in de vennootschapsbelasting. We weten alleen uit ervaring dat tijdelijke fiscale maatregelen in België nogal eens de hardnekkige neiging hebben om redelijk definitief te worden. Dus daar hou ik er wel rekening mee dat er iets zou kunnen gebeuren, wat dan natuurlijk ook absoluut niet goed zou zijn voor onze competitiviteit, want heel de oefening die we in de tijd gemaakt hebben om die vennootschapsbelasting te hervormen, was er vooral op gericht om ten eerste meer rechtvaardigheid te brengen,
in de vennootschapsfiscaliteit, maar zeker ook om ze ten aanzien van wat er in landen die met ons concurreren gebeurde, ze ook meer competitief te maken. Dus dat lijkt me absoluut geen goede zet, maar ik vrees helaas dat die er toch op termijn zit aan te komen. Europa spendeert nu ook heel veel geld aan relance en dat is op zich een goede zaak. Vindt u dat er in België goed wordt omgesprongen met de middelen die van Europa ter beschikking worden gesteld? Wel, men werkt nu nationaal aan dat plan dat men moet indienen bij Europa met dus de projecten. Ik ben wel zeker dat men vanuit de Vlaamse regering daar vrij minutieus mee omgegaan is om naar die projecten te zoeken die echt toegevoegde waarde hebben, die ons economisch, sociaal-economisch bestel versterken. Uit de details die mettertijd wel zullen bekend raken, zal moeten blijken of men dat in de andere regio's ook gedaan heeft. En ik hoop in ieder geval dat Europa met voldoende scherpte en zin voor realiteit naar al die plannen zit te kijken. Want het gaat over 750 miljard in het algemeen, waarvan dan 5 miljard naar België komt. Het is toch wel van groot belang dat dat geld, wat nodig is, gegeven de intensiteit van deze coronacrisis, dat het ook goed gebruikt wordt. En dat er dus met andere woorden voldoende oog is voor de efficiëntie en de maatschappelijk nut van de zaken die men met dat geld gaat doen, van de investeringen die men daarmee gaat doen. Ik heb daar mijn twijfels over. Ik heb zelf mee in die onderhandelingen gezeten. We hebben heel hard geprobeerd om wat dan heet die conditionaliteit, de voorwaarden waaronder men van dat geld gebruik kan maken en de controle daarop. Conditionaliteit en controle, om die te verscherpen. Maar dat is maar heel gedeeltelijk gelukt. Vooral omdat vooral de Zuiderse landen in Europa daar absoluut niet wouden van weten. Dat is inmenging in onze interne keuken, werd voortdurend gezegd. Maar het is natuurlijk wel zo dat als u geld van iemand anders of iets anders krijgt, dat het dan toch wel logisch is dat de entiteit, in dit geval Europa, die voor die pot geld zorgt, toch een beetje toekijkt op het duidelijk gebruik van dat geld. Ik vrees dat niet in de mate gaat gebeuren die eigenlijk vereist is. Maar we zullen zien, laat ons de hoop oog houden dat het toch gebeurt, maar er is in ieder geval wat mij betreft onvoldoende concreet voor voorzien. We zullen dat inderdaad in de gaten moeten houden, meneer Van Overtveld. Ik denk dat we later nog wel eens bij u zullen terugkomen om het daar verder over te hebben en te kijken wat er gebeurt. Alleszins bedankt dat u tijd hebt vrijgemaakt voor Doorbraak. Om het op zijn mooi Nederlands te zeggen, the pleasure was mine. Dank u wel. En u, beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Hopelijk tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.